zou deze zeker een 9,5 geven. Ik vind het wel lekker, maar niet heel bijzonder. Gewoon een prima bolletje. Ben benieuwd, eerste hap. Hoor je? Lekker krokant. Hoi, ik ben Alwin, een filmmaker uit Rotterdam. Naast het maken van films heb ik nog een hobby. Namelijk eten. Ik ben dan wel geen food professional, maar ik ben wel heel enthousiast om jullie mee te nemen in de wondere wereld van eten. Van food challenges tot aan het proeven van nieuwe producten of gerechten. Alles kan in vetgezellig eten. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe vetgezellig video. Het is vandaag de laatste video van het jaar. Het is bijna 2021. 2020 gaan we afsluiten met een oliebolletje. Dus ik dacht, ik ga een grote oliebollentest doen. Het is alleen een beetje chaotisch uitgepakt. Want ik dacht eerst, ik ga allemaal kramen reviewen. Maar er stonden te weinig kramen. Toen dacht ik van, ik wil ook vanuit de supermarkt dingen proberen. Maar toen bleek nog niet elke supermarkt zo'n oliebollen binnen te hebben. Dus het is een beetje een bij elkaar geraapt zooitje. Maar ik hoop dat jullie hem leuk vinden. We gaan nu beginnen met de eerste bol. Nee. Van deze onderbreking ga ik even gebruik maken. Ik heb namelijk gezien in mijn statistieken dat nog niet iedereen geabonneerd is op mijn kanaal. Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, doe dat dan even. Geef een duimpje omhoog. Dan gaan we nu verder met de video. Voordat ik de oliebollen van deze test in de oven gooi, wil ik jullie ook even laten zien wat ik van de week allemaal heb geproefd aan oliebollen. Ik ging namelijk langs 3 kramen en daar heb ik gevlogd. Mijn eerste oliebol testte ik in Voorburg. Ja? Ja. Oké, okay, eerste oliebol die ik probeer hier in Voorburg. Hij is lauwtjes met poedersuiker. Ben benieuwd. Hij is goed knapperig. Niet te vet. Beetje chewy van binnen. Hij ziet er wel goed van binnen uit, kijk. En als ik hem inknijp, dan komt er ook niet echt vet uit volgens mij. Ik geef dit voor nu in ieder geval. Dat is zeker wel een 7,5-8. Ik vind hem lekker. Oké. Een paar dagen later keek ik in mijn eigen buurt, Rotterdam-Zuid. Welke oliebollen zijn daar te krijgen? Hij is nog warm. Met de poedersuiker. Hij is wel een beetje zacht. Komt ie. Hij is niet super vet, chewy, maar ik vind niet de beste oliebol die ik ooit op heb. Kijken of die. Het is goed brooddeeg wel en er komt weinig vet uit. Ja, toch wel een klein beetje. Ik vind dat je de rozijnen niet echt proeft. En hij is toch een beetje vettig, dus ik zou zeggen een 7'tje. De locatie waar ik nu heen ga is op de Beilandse Laan. En dat is de beste van Rotterdam-Zuid, is door meerdere mensen gezegd. Dus ik ben heel benieuwd. Deze was prima, maar een beetje smaakloos en een klein beetje vettig. Nou, ik blijf bij mijn 7. Dat is een prima bol. De criteria voor een goede oliebol voor mij is dat hij niet te vettig is. Dus als ik zeg dat hij niet te vettig is, is dat voor mij juist een pluspunt. Daarnaast let ik ook op de structuur en de hoeveelheid rozijnen. Verder ben ik niet echt een kenner. En moet je misschien mijn mening met een korreltje zout nemen. Net als al mijn foodvideo's eigenlijk. Oliebol nummer 2 van de familie Smit. Zit al jaren op de Beierlandse Laan. Heel vaak getipt. Eén ding wat wel opvalt is dat er minder poedersuiker zit. Ze gaf hem een stuk minder. De bol is 1,20 €, maar hij voelt wel goed. Voelt goed stevig vooral. Ik ben benieuwd. Dit is wel het enige poedersuiker wat erop zit. Een beetje weinig, maar op zich vind ik het helemaal ondergedrenkt in poedersuiker ook niet super lekker, dus gaat ie. Dit is wel een verschil met die vorige. Hij is super compact, veel minder chewy, veel minder vet ook. Goede krokante buitenlaag, maar de binnenkant is goed. Goed deeg of zo. Die andere kneep je zo fijn en deze veert gewoon weer terug. Kijk. Geen vet te ontdekken. En ja, dit is wel heel lekker deze. Goede hoeveelheid rozijnen erin. Hij is iets duurder, dus 20 cent duurder. Minder poedersuiker, maar hij is wel echt een stuk lekkerder. Ik zou deze zeker een 9,5 geven. Ook in één keer opgegeten, zoals je ziet. Er zat ook amandelbollen en chocoladebollen en iets met banaan erin. Dat klonk allemaal heel lekker, maar als die net zo lekker zijn als deze, dan echt top. Mocht je in de buurt wonen, zeker hier een bolletje halen. De volgende dag besloot ik naar het Centraal Station te gaan. Daarachter stond een kraam. Die was benoemd tot de beste van Rotterdam volgens een bepaalde website. Ik was benieuwd naar deze bollen. Het regent weer. Maar goed, ik moet deze zo vers mogelijk eten, vind ik zelf. Er zit weer veel poedersuiker in. Ik ben benieuwd. Dit is de bal, het is een grote. 1,20 kost die. Het valt wel mee met de poedersuiker. Het is niet zo erg als de eerste keer.
Ik ben benieuwd, eerste hap. Ik vind hem lekker. Goed sponsig. Maar hij is iets minder stevig als degene die ik gisteren op heb. In zijn huid. Hij is zeker niet vet, maar... Ik weet niet, ik vind deze niet heel interessant. Hij is wel goed knapperig. Vers. En vergelijk met diegene van gisteren zou ik deze een 7,5 geven. Hij is lekker. Maar ik vond die van gisteren echt een stuk beter die in Rotterdam-Zuid. Ook had ik een Oreo-oliebol meegenomen. Eigenlijk als extraatje. Dus die hoort niet bij deze test. Oliebol met Oreo. Ik ben benieuwd of het er ook in zit. Zit er Oreo in? Wacht. Hij is wel lekker, maar die vulling moet ik zeggen is wel heel zoet. De bol is wel vettig. Niet super vet, maar wel vettig. Ik vind het wel lekker. Maar niet heel bijzonder. Het lijkt een beetje op een, wat jij ook trouwens net zei, een donut toch wel. De Oreo-vulling zit erin. En eigenlijk vind ik het jammer dat de eerste hap die je krijgt eigenlijk helemaal nog niet die Oreo-vulling bevat. Ja, ik zou het een 7 geven. Ik vind het niet heel bijzonder. De rating in deze video wordt een beetje lastig, aangezien ik al een paar dagen geleden dingen geprobeerd heb en vandaag dingen ga proberen. Die van de vorige keer zet ik even los van vandaag. Ik ben vandaag naar 3 supermarkten geweest, namelijk de Jumbo, de Albert Heijn en de Lidl. De Lidl hadden ze zelfs 2 bollen, eentje verse en eentje uit een zak. En ik ben nog naar 2 bakkerijen geweest in Rotterdam. Eentje die de beste is van Nederland of van Rotterdam? Dat moet ik nog even opzoeken, maar volgens mij van Nederland. Namelijk van bakkerij Klootwijk. Die ga ik als laatste proberen, maar eerst ga ik de supermarktbollen proberen. Ik ga ook een beetje poedersuiker loslaten. Freek, nee. Op het bord. Ik ben benieuwd, hier zit volgens mij ook appel in, dus het is wel een soort ander bolletje als dat je gewend bent. Hap 1. Ja, vettig, droog. De krenten vind ik wel aardig. Hij veert wel lekker. Maar is wel erg vet, want als ik nu mijn vingers kijk, dan... Ik weet niet of je het ziet, maar ze gaan helemaal wel aardig. Ja, ik ben hier niet heel enthousiast over. Het is natuurlijk wel een kant-en-klaar product, dus ik moet dat ook een beetje meenemen in de overweging. Ja, ik vind het vooral heel droog en vettig. Wat een beetje een rare combinatie is, maar het lijkt alsof deze al gewoon oud zijn. Maar het vet er nog wel aan de buitenkant heel erg aanwezig is. Nee, ik geef dit voor nu een 3. Misschien kom ik er nog verder op terug, maar ik vind hier weinig echt goed aan. De eerste bol van de Lidl uit de Delicieux zak. Ik heb er 2 bij de Lidl vandaan kunnen halen. Eentje met een zak dus, met meerdere erin. 10 voor volgens mij 1,50 €. Maar dat heb je al in beeld gezien. En ik heb er eentje uit de vers afdeling. Dus ik ben heel benieuwd naar deze. Hij ruikt wel iets beter als diegene van de Albert Heijn. Ik ben benieuwd. Ga hem proeven. Dat is een heel verschil met die van de Albert Heijn. Hij is een soort van krokant van de buitenkant. Hij veert niet lekker mee. Maar voor een kant-en-klare oliebol vind ik dit best wel goed eigenlijk. De buitenkant is een klein beetje... Nou, niet knapperig, maar wel... Je hebt het idee dat je ergens inbijt. Ik zou dit een 6,5. Ja, een 6,5 geven. Ik ben eigenlijk nu best wel benieuwd naar diegene van de bakkerij van de Lidl. Ik sta nu in de oven. Of die beter is als deze. Maar deze vind ik echt een 6,5. Echt een goede bol. De verse bol van de Lidl. Volgens mij voor 50 cent per stuk. Maar dat heb je ook al in beeld gezien. Hij is iets groter als die andere. Zo ziet hij van binnen eruit. Veert lekker mee. Niet heel vettig van de buitenkant. Smaaktestie. Komt ie. Deze ook wel goed. Ik vind deze dus wel dichter in de buurt komen van een oliebol die ik bij zo'n kraam op heb. Ik durf zelf te stellen dat ik deze beter vind dan de eerste die ik hier in Rotterdam-Zuid op heb. Ik vind de smaak lekker. En voor mij echt een pluspunt dat het niet zo vet is. Een goede verhouding van krenten en brooddeeg. Ik vind deze wel goed, zeker voor die 50 cent per bol. 7. 7,5 misschien wel. Interessant. Nu komt de verse van de Jumbo. Ziet er ook uit als een prima bol van de buitenkant. Voelt wel ietsjes vettiger aan als die van de Lidl. Zo ziet hij van de buitenkant uit. Gewoon een prima bolletje. Wat me wel opvalt is dat die krenten een klein beetje... Ja, ze lijken alsof ze iets te hoog zijn gegaan qua temperatuur. Aan de buitenkant dan. Zo ziet het er aan de binnenkant uit. Veert lekker mee. Ben benieuwd. Komt-ie. Buitenkant licht krokant. Binnenkant een stuk minder van smaak dan die van de
Lidl. De rozijnen lijken een beetje verbrand te zijn. Ik vind dit niet een topbolletje. Ik zou zeggen, dit is voor mij een zesje. Vijf en een half zesje. Ik vind hem niet, ben er hier niet heel erg tevreden over. Dat is wel grappig om te constateren dat van de bollen die ik op heb uit de supermarkt, die van de Lidl dan toch het beste is. Ik denk dat ik dit een 5,5 vind. Ik vind het echt niet slecht. 5,5 zesje. Maar ik vind hier net iets te weinig smaak aan zitten. En de krenten lijken aan de buitenkant, of de rozijnen lijken aan de buitenkant, een klein beetje verbrand. De bollen van de supermarkt heb ik nu geprobeerd en die van de Lidl komt voor mij het beste eruit. De vers gebakken van de Lidl vind ik top. Er nog twee, namelijk eentje van Bas Bakt, een bakkerij in Rotterdam, en Klootwijk, die volgens mij is uitgeroepen tot de beste van Nederland of van Rotterdam. Deze is van Bas Bakt, ziet er goed uit, ziet er niet vettig uit, is ook lekker krokant. Je hoort hem ook. Hoor je? Lekker krokant. Deze gaan eigenlijk even in een aparte categorie. Ik was gewoon heel erg benieuwd. Dit was de enige wat op maandag open was. Dus ik ga hem proberen. Eerste hap. Dit is een voorbeeld van een bol. Hoe je hem wil hebben. Lekker krokant. Lekker van binnen qua smaak. Niet vet. Gewoon goed gebakken. Oh, hier hebben ze ook appelstukjes erin zitten. Kijk. Ik vind deze goed qua deeg, qua rozijnen. Al moet ik wel zeggen dat je geen in Rotterdam staat op de Beierlandslaan. Voor mij nog steeds met kop en schouders bovenuit steekt. Ik vind dit een 7,5. Een goede bol, lekker krokant, niet vet. Maar niet de beste die ik op heb. De bol van Klootwijk. Klootwijk is een bakkerij in Rotterdam en omstreken. En wordt al jaren gezien als een van de betere bollen. Dus ik ga hem proberen. Komt-ie. Deze is wel echt goed in verhouding. Hij is natuurlijk niet helemaal vers, want ik heb hem bij ze gekocht en niet gelijk opgegeten. Dus het is toch net iets anders omdat je hem thuis weer opwarmt. Hij veert lekker mee. Hij is krokant. En de smaak is heel lekker. Hij is wel iets wat vettiger dan wat ik zou willen. Ik vind deze qua smaak wel het beste wat ik vandaag op heb. Van alle bollen die ik vandaag heb gekocht, is dit en die van de Lidl mijn favoriet. Dit was de test. Voor mij komt toch echt Klootwijk op 1 van vandaag. Daarna Lidl. En daarna wordt het een beetje een brei. Wat zou ik daarna? Ja, die Bas Bakt is dan toch wel het beste. En dan komt... Ja, dan komt misschien de... De zak van de Lidl. Dus de Lidl scoort best wel hoog. Maar niks gaat erboven. Een echte verse bal in de buurt die goed beoordeeld is bij jullie. Ik denk dat AD het best wel goed doet. Mocht je nou denken van, hey, ik ben benieuwd in mijn buurt waar ik mijn oliebollen moet halen. Dan doe ik even een linkje in de beschrijving naar de AD-test. Want daar hebben ze het meestal best wel goed. Ik vond het leuk om te doen. Mocht je nou denken volgend jaar, Alwin, doe dit nog een keer. Maar dan beter als deze. Laat het zeker even weten in de reacties. Bedankt voor het kijken naar dit jaar. Vet gezellig. Volgend jaar gaan we weer hele toffe dingen doen. Komen mooie docus aan. Komen leuke eetvideo's aan. Komen nou, heel veel verschillende dingen komt eraan. Ik ga nu even 2 weekjes proberen relax aan te doen. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende. En tot volgend jaar. Tot dan. Bye.